Kiosk. Bittere teleurstelling in Nederland, wegens het niet plaatsvinden van de Elfstedentocht. Niet alleen duizenden Nederlandse schaatsliefhebbers, maar ook 72 Belgen stonden te popelen om de tocht der tochten aan te vatten. Bij hen hoort ook Frans van den Bossen uit Aalter. Hij mocht dit jaar deelnemen, al zag hij het annuleren wel aankomen. Ik laat me niet hier rap gek maken, want ik had dinsdagavond naar nieuws hier gekeken op Holland. En ze toonden daar een kaart met de 11 steden van Friesland. En er was maar 2 steden waar er 10 centimeter ijs lag. En woensdagmorgen had het maar 3 graden gevroren in Friesland. Dus dan dikte het ijs niet bij. Dus ik was dan al overtuigd dat het niet ging doorgaan. Frans is lid van de Elfstedentochtvereniging en heeft in ieder paar jaar een startrecht. Deelnemen aan deze schaatsklassieker zou voor hem een droom zijn die uitkomt. Toen ik de eerste keer op de Kranenboek kwam, zag ik hier mensen met snelschaatsen. En dat was in 86. En ik ben dan met mijn broer onmiddellijk naar de winkel gegaan. En er waren nog 2 paar schaatsen en die hebben we meegenomen. Maar ze waren wel 2 maten te groot. Het schijnt echt een Vlaams volkfeest te zijn, like dat we hier een Vlaamse kermis hebben. Als ik die beelden zag van in 97 en van in 86, dan zie je dat is echt een volksfeest. Je moet ervan genieten. Je kunt er geen wedstrijd van maken, want je start in groepen van 1000 rijders. Dus ik was maar in startgroep 15, dat wil zeggen, de wedstrijdrijders starten om 5:30. Dus je mag daar 4 uur bij tellen, ik mag maar om 9:30 starten. Dus er zijn 14.000 mensen voor mij vertrokken. Dus na zoveel kilometer moet je een stempel halen, dus je moet in de rij staan wachten om je stempel te halen, anders krijg je dat kruisje niet. Helemaal afgelast is het toch nog niet. Bij nieuw frisweer bestaat de kans nog altijd dat het zou lukken. Maar Frans zal intussen niet bij de pakken blijven zitten. Zo rijdt hij dit weekend 2 wedstrijden in Friesland. Ik doe competitie in Nederland, dus ik train in de zomer met de fiets en met de skiers. Dus ik ga gaan schaatsen vanaf oktober tot maart. Dus ik doe wedstrijden mee in Nederland. En dit jaar was ik bijzonder goed getraind.